Het weer is voor ons altijd bepalend. Ik bedoel, het weer maakt grotendeels ook de koers. Er zijn genoeg ideeën of situaties bekend waar juist door het ontbreken van wind het een saaie koers werd, of juist door de aanwezigheid van wind een spectaculaire koers. Ik denk dat het goede aan Weerplaza en de samenwerking met ons is dat de weermannen er op het laatste moment vlak voor de start te bereiken zijn door onze ploegleiders en ook tijdens de koers. Waardoor we op het laatste moment nog updates kunnen krijgen, omdat het weer niets is zo veranderlijk als het weer. En we kunnen dus op het laatste moment nog eventjes weer het laatste nieuws krijgen. En dat krijgen wij zeker in de Tour of in dat soort koersen toch even door onze communicatie door. Met jongens, hou er rekening mee. Het kan wel zijn dat het gaat regenen. Misschien, je kunt je voorstellen als er bijvoorbeeld regenjassen nodig zijn, dan zijn er 200 mensen in het peloton. Die willen allemaal tegelijk die regenjas hebben. Ja, er is een enorme drukte achter het peloton. Als jij het net iets eerder weet dan een ander, dan zorg je dat je al iemand naar achteren stuurt. Heb jij je regenjas al? Ja, en dat kan echt een half uur schelen dat je wel net met een regenjas kunt rijden. Of dat je een half uur te lang met een regenjas rijdt, die je eigenlijk nog niet nodig hebt. Dus wat dat betreft, het is gewoon een ontwikkeling voor ons. En ook om veilig te zijn natuurlijk. Als jij weet wat het weer doet, zorg je, als het nat is of nat is in de finale, zorg dat je met iets zachtere banden rijdt, waardoor je meer grip hebt. Waardoor je in de koers, bijvoorbeeld in de laatste afdaling, misschien wat meer van voren kunt zitten of minder risico's hoeft te pakken. Dus ik denk dat het een hele goede en belangrijke samenwerking is en eigenlijk wel een hele logische samenwerking. Want fietsen en het weer, ik bedoel, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden.